zelf wel een beetje voor uit staan. En dan ga je er niet bij, en dan ga je er niet bij. Even een gesprekje met Harry Schreurs, de verse projectleider voor het VM-verdrag. Je hebt nu echt een functie bij de gemeente Roermond, de projectleider voor het VM-verdrag. Wat zijn je toekomstplannen? Nou, ik denk dat er even twee dingen moeten gebeuren. Dat is op de eerste plaats dat de gemeente Roermond ook het manifest gaat ondertekenen. Ik ben bezig met een collegevoorstel daarvoor. Dus dat gaat binnenkort gebeuren. En het tweede is dat er een inclusieve agenda gaat komen. Dat vereist het VN-verdrag ook. En samen met de Stichting Gehandicaptenplatform en nog een aantal andere belangenorganisaties ga ik daar invulling aan geven. En ik wil zeker nog voor het eind van het jaar dat die inclusieve agenda klaar is. Beperkten is toegankelijkheid beperkt, dus gaat de rode loper uit. Hopen dat het werkt. Oh, ja. Welkom. Dit is Marjan. Dat is Marjan. Ik ga absoluut de regie doen vandaag. Ja. Heel erg nieuwsgierig, maar kijk dat echt zo. De aard hebben, hebben wij een bijpassende schort. Geweldig. In bijpassende kleur. Nou, of die bijpassend is. Is de kiezelanderis van je gezin. Agentje. En als je dan meer rijden kan, dan draag je. Nou, rij je ontzak niet aan. Oh, de trap is er al. Fotograaf is er. Blijf lachen. Ja, ja. Neem zagrijnig kijken. Oh, ja. Hoppa. En dan kan je er niet bij, en dan kan je er wel in. Je moet een andere route kiezen dan de rest van je gezin. Voor gehandicapten is het toegankelijk. Je moet het even. Je staat erop. Ja. Daar zit altijd een lange kant. Niet zo erg, want je kan er niet op lopen. Tot je lieve vrouw zegt, schat, is het afgelopen, schat. Morgen gaan we naar de stad van nieuwe kopen. Bij de vlagstad in de rij, je hoort er helemaal bij. Maar dat ding is veel te hoog, dus hou maar op en ga opzij. En dan kan je er niet bij, en dan kan je er niet in. Je moet een andere route kiezen dan de rest van je gezin. Voor beperkt, het is toegankelijkheid beperkt. Dus gaat de rode loper uit. Hopen dat het werkt. Hopen is van ooit, maar kunt er bij. Er nog wel in. Peggy. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier in je prachtige en we hebben onderzocht heel toegankelijke zaak. Heb je speciale voorzieningen? Bij de entree hebben wij een plaats van opstapje, hebben wij een helling. Dus iedereen kan goed te voet met de rolstoel, met de rollator, iedereen kan goed naar binnen. De paskamer hebben we weliswaar een opstapje, maar dan bieden wij altijd de mogelijkheid om met mensen die minder slecht op been zijn of nog slecht zijn op de rolstoel te zitten, om even achter te kunnen proberen. Dus geen enkel probleem. U bent mevrouw de Pauw. Ik ben gewoon Mirjam Jong. Ik ben mevrouw de Pauw. Als u nog tijd had, zou u met jullie mee. De toegankelijkheidscommissie, die moet de rode kijk, is het wel naar onze zin. Want dat is wel leuk, dat kunnen wij daar ook wel in. We gaan verder, jongens. Heb je ook een mee? Ja, we hebben hier een contradictio in terminis. Ach, vertel. Er staat open en er staat op gesloten. Oh. Het is gevaarlijk. Ja, ja, en nu vallen je. Ja, en dan krijg je dus Theo. Als de rolstoeler tegen een belinde aanknopt. Ja, nou, dat is kan niet doen. Theo, je moet aan team gaan opstaan. Ja, nee. Ik ben een voetballer.
maar je bent aan de kant gezet, Theo. Een kleine rondgang is hier. Hoeveel staan? Vroeger hoor ik ze staan lang niet meer. De kroeg een hoop zoeken, zodat weet je dat je aan de kant was. Ja. Ja. Om die oude speltjes nog eens te bekijken. Ah. Hey, Dit is ook mooi. Hey. Dat is mooi, hè? Ja. We hebben een klein gesprekje met wethouder Marianne Smitsmans van Roermond. We hebben hier een gang gemaakt door de stad in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. Wat is het beleid van Roermond wat betreft het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking? In Roermond gaan we ervan uit dat iedereen mee moet kunnen doen, volwaardig moet kunnen meedoen. Dat betekent ook voor mensen met een beperking. Dus dat we kijken dat, het maakt niet uit welke beperking, of het een lichamelijke beperking is, of een psychische beperking, of wat voor beperking dan ook. De stad moet uiteindelijk zo worden dat mensen zich hier welkom voelen. En dat is nog een hele grote klus, dat hebben we nu tijdens onze wandeling ook wel gezien. Ja, we hebben een beleidsmedewerker die kijkt of het beleid wat we maken, dat wordt getoetst op, wordt er ook rekening gehouden met de toegankelijkheid. En we hebben een projectleider, VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat is Harry Schreurs. En die gaat met ons de straat op en hij legt alle contacten met de ondernemers, met het gehandicapte platform natuurlijk. En gaat kijken wat we daadwerkelijk en heel concreet kunnen doen om deze stad gastvrij te maken. We hebben die gang gemaakt door Roermond en daar hebben we een hoop positieve ontwikkelingen gezien, ook een aantal minpunten. Wat heeft u zelf hier geleerd weer vanochtend? Nou, ik ben in elk geval heel erg geschrokken van alle obstakels die mensen met een beperking tegenkomen. Heel erg in het bijzonder Theo, die blind is en bijna over elke twee meter ergens tegenaan botst. Daar ben ik van geschrokken. Wat ik wel heel erg positief vond, is dat de ondernemers die we hebben gesproken, bijna allemaal hebben uitgesproken, dankjewel, ik ben me er nu veel bewuster van en ik ga kijken wat ik eraan kan doen. Aan de kant en gaat opzij, de toegankelijkheidscommissie, die moet er nodig bij, is het wel, naar onze zin. Mijn mond, dat is wel mooi, maar kunnen wij er ook wel in? Aan de kant en gaat opzij. En gaat opzij. De toegankelijkheidscommissie, die moet er nodig bij, is het wel, naar onze zin. Roermond is wel mooi, maar kunnen wij er ook wel in?